natuurlijk aan een tafel. Maar ja. Wij voeren actie voor het stadhuis, omdat wij vinden dat de gemeente Almelo, onder meer de gemeente Almelo, weer contact op moet nemen met de VNG om een goede cao af te sluiten voor mensen van de sociale werkplaats, maar ook mensen van de andere actie. Wat zijn precies uw eisen? Wat precies onze eisen zijn, is dat er een goede cao afgesloten wordt voor die mensen en dat ze niet langer in de kou blijven staan. Piet? Doe maar Piet. Zeg Piet. Doe maar Piet. Zeg je Piet? Nu het nieuwe jaar beginnen gaat en de deur voor 2023 wijd open staat, probeer ik dan vooruit te kijken. Mijn grootste wens is dat er een beroepskracht komt bij het natuurhuis. En er zijn wel tekenen vanuit de gemeente dat dat door zal gaan. Om een beetje omgeving te schetsen. Wij zijn afgelopen jaar letterlijk gegroeid van bijna 170 gezinnen. Naar afgelopen vrijdag waren dat er 287. Nou, ik vond het een hele eer dat Marlien en ik samen die Almelo-speld hebben gekregen van de gemeente Almelo. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is eigenlijk een kroon op je werk. Bedankt. U staat allemaal wel heel ver van me vandaan, maar ik hoop dat u me kunt horen. En hoop, zie ik hoe ver compassie reikt in onze stad. Toen het moeilijk was, en ik ben ervan overtuigd ook in de komende jaren als het hopelijk weer beter gaat. Door elkaar te zien, door elkaar te ontmoeten, door elkaar vast te houden. Zoals vanavond ook hier het geval is. Mede namens de leden van de gemeenteraad, mede namens de wethouders, mede namens alle medewerkers van de gemeente Almelo, wens ik u een goed, gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar toe. Veel heil en zegen.